Maar is het veel te glad? Strijders, welkom bij een nieuwe video. Top 100 talent met een oude bekende, sterker nog twee oude bekenden eigenlijk. Greenop is weer aanwezig, maar het draait vandaag toch echt om Lars. Je naam is veranderd, dat is het enige wat veranderd is trouwens op PlayStation. Maar de mensen kennen je, je hoeft jezelf niet meer voor te stellen. Nou. De reden dat je hier voor de tweede keer bent in deze serie, maak een uitzondering, is omdat je nu eerste van de wereld bent geworden. En van, nou, weet je wat, let's do it. Daarom ja, echt super vet. Het was heel spannend. Ik zat eigenlijk heel de avond te kijken, zeg maar, van of ik eerste werd. En ja, ik ben gaat er nog iemand uiteindelijk, omheen, ja. Uiteindelijk op één skill rating gehaald. Dus dat was heel vet. En Agge Rosemeyer tweede, zei je? Ja, op één skill rating. Dus dat is echt bizar. Grote naam natuurlijk. Mm-hmm. Mooi man. Ja, weet je, je hoeft jezelf niet meer voor te stellen. Voor mij haal je aan een lopende band top 100. Maar eerste was je nog niet eerder geweest, of wel? Nee, op FIFA 17 één keer derde. En nu eerste, ja, dat is echt gewoon... Toch extra, dat is, ja, dat is extra. Het zijn het bijna hetzelfde rewards, maar... Nee, ja, klopt. Maar het is meer het gevoel dat je kunt zeggen van, ik ben eerst van de wereld. Daarom, dat is vet, hè? Ja. Sowieso. Grote klasse, hé. We zien nu je team in beeld, al. Je mag er wel even op klikken nog. Dat is misschien wel grappig om te zien, want je was hier denk ik een maand of drie geleden alweer, denk ik, hè? Zoiets? Ja, was een geest, ja ik denk toch? Vier zelfs. Ja. Misschien wel even grappig om te zien hoe je team van toen veranderd is naar je team van nu. Ja, Telles had ik met EDR denk ik. Toen pakte ik de Hernandez 87, die Eiken. Ik denk de enige nog ben ik die de Eiken heb gepakt. Zeker, ja, ik daarna. Via deze man heb ik gepakt natuurlijk. Ja. Ja, die is echt heel goed. Ik had echt een sloper nodig op het middenveld. Ja. En als Kante, twee balafpakkers. Dit weekend had ik voor het eerst Bill. Ja, die was geweldig, zoals de stats te zien. Ja, eigenlijk wordt zo'n normale kaart weinig gebruikt, hè? Maar ja, het is wel een zieke upgrade dit. Deze gebruik ik eigenlijk ook meer omdat die spits is. En misschien nog SBC van Dijk halen. Of Maldini Prime Moment SBC. Alisson, moet die er niet uit? Ja, ik vind Alisson helemaal niks. Nee, ik wou zeggen. Nee, maar misschien ga ik van de Sar halen. Hé, volgens mij heb je aardig wat klaarstaan, hè? Aan pakketten en dingen. Ja, nee, dat zijn transfers. Oh, sorry. Ja. Fuck. Dat is een verschil. Nee, ik heb eigenlijk geen packs klaarstaan. We zijn maar... toch 23? Jongens, zijn jullie een beetje trots op Lars? Ik ben heel trots. Welke? Echt niet normaal. Niet normaal. Ja, nou, ik ben wel echt trots. Nee. Zo vet. Gewoon een 1. Het kan niet beter. Ja. Je moet een soort stropdas nemen met een 1 erop. Dat had Ronald Koeman toen, weet je. Dat toen hij trainer van Ajax was. Dat hij een stropdas, een rode stropdas met een 1 erop. Echt? Omdat ze kampioen waren geweest. Jij weet maar, jij pakte ook vorige keer een Eiken, die jij alles Heb ik toen geklikt? Ja, je hebt alles geklikt toen, ja, dat weet ik wel. Heb ik alles geklikt toen? Ja, alles. God, maar ik wilde het ook niet zelf, want ik pakte toch niks. Nou, het wordt wel gewaardeerd door de kijker waarschijnlijk. Oké, dan we gaan gewoon random, maakt dat maar niet uit, hè? Nee, maakt niet uit. Ik heb daar geen complotje in eigenlijk. Precies. Nou, helemaal goed. Top. Gaan we het gewoon doen. Team van de week hebben we helemaal niet gezien trouwens, maar wie deze chef? Benitez. Benitez, ja prima joh. Toch? Maar iemand die belangrijk is als Hazard. Ja. Hazard. Ja. Dat is de enige. Ja. Ja, nee. Vierster skills vind ik wel belangrijk. En met playpicks hoef je hem al niet, hè? Ja, nee, ja hoog rate is altijd welkom eigenlijk. Ja, zeker. Zieke handdoekjes erbij? Valt mee, hè? Niet echt. Hè? Niet echt ziek, nee. Next. Gewoon random, ga ik naar 4. Geef me een goed gevoel. Niet slecht. Hij is 80 rate. Ja, precies. Prima. Goed, ja, Hazard, ja, het zou lekker zijn. Het zou lekker zijn als hij er nog even uit komt wandelen. Townsend. Ja. Dat is wel een lijpe foto. Ja, hij scoorde voor mij een hele mooie goal toen tegen Spurs of zo, toch? Of, wel 4 sterren. Ja. Dan even nog Werner of zo, 89 reet, dan ben ik wel tevreden. Of Lala. Dat is al... Lala, ja. Oh ja, tuurlijk. Oh, nou, die krijgt een shout-out. Precies, dikke shout-out naar... B-White. B-White, oh zo, ja. Nou, dan toch maar eindelijk de Colombiaan. Waarom heeft hij er al 4 keer bij gezeten? Nou, Hazard. Kom maar, Hazard. Ja? Ja. Nee. Weer die vieze! Oh, hij zat er ook op een keer dus in, doe maar Dimitrovic. Dimitrovic. Zijn positie en zijn naam beginnen met DM. Slide into the Dimitrovic. Okay. Slaat dan steken met kop en schouders bovenuit, hè, hier. Ja, en die Alan, denk ik ook wel. Die zou denk ik wel 5 ton of zo. Okay. Die gaat zo in mijn team gaan van kant. Serieus? Ja. Ook 4 soort skills, dus die kan ook La Croquetas en zo, dus dat is wel ideaal. Zijn we voor Lars Croquetta, ja. Oké, dan komt die. Yes? Beetje walkout. Dit is een walkout. Nee. Jeez. Ah, ben ik al geweest, joh. Geef maar snel door. Oh! Dat was een tot. Team of the season. Nee joh. Helemaal niet. Wat was het dan? Jawel. Ja, ik dacht al. Godverdomme. 96 snelheid. Ziek zeg.
Ja, die kan er niks van. Nou, Vierster. Nee, dan is hij wel kijk eens, deze speler pas van George Best. Ja, ik denk die heeft twee zo'n niet goed of zo. Ja, dat is wel een leuke surf. Ik denk ook, wauw, doe maar alles in mijn club. De Green Hopper. Tuurlijk. Oh, je komt hier tussendoor? Ja, heel goed. Heel knus daar op de achterbank. Kom op, walkout. Nee, helaas. Het kan wel niet skippen. Het kan nog, ja. Het kan weer. Prima, joh. Alle kleuren krijgen we vandaag. Cabela of zo. Cabela, weet ik. Remy Cabella. Ja, Cabella, ja. Denk ik. Ik denk dat hij zo'n dat hij Spaanse roots heeft, maar nu in Frankrijk woont of zo. Oh, kijk eens. Dit is ziek. Hey, kijk eens wie we daar hebben. Oh. Hey, die gaat weg. Die gaat weg. Verkopen. Discard. Ja, mag ik doen. Lucas. Luis Hernandez. Eiken. Wordt opgevolgd door... Ja, kan nog zijn. Nee. Maar laat hem nog even lekker lopen. Daarom. Helemaal niks. Het is maar 85 of zo, zo chill. Helaas. Doe het daar niet van. Spreek geen verwachting uit, jongen. Je moet beter weten dan dat. Laatste 100k pakket is dit. Hey. Nice. Dat is welke kleur? De walkout team of the season! Nee, dat is ziek. Nee, dit is niet die Wamba zieke, ja. Ah, dit is jammer. De andere is echt ziek. Ja, die Wamba zieke of zo, weet ik. Die van Crystal Palace. Wamba zieke. Ja, weet ik hoe die gast heet. Oh! Wat een ender over normale beeld. Dit is een lekker packie. Ik stoor het wel lekker in de club. Oké. We kunnen nu al in de titel zetten dat je twee team of the season spelers hebt gepakt. Waarom? Deze hebben we allebei walkout. Kom op. Kom op, jongen. Nou, de laatste dit zijn de slechte pakketten, jongen. Die 100 pakketten zijn beter op een of andere manier. Ja, ik heb hier nog wel eens geluk uit, maar soms echt helemaal niks. Okay, Mark, jij laatste? Kom op. Kom op, Mark. Mark, je klikt. Er is geklikt. En het deze pakket is een drama. Ja, echt altijd, hè? Ja. Eiken! Ik hoor wat je moet zeggen. Ja, hè? Liedman. Ik ben helemaal gek. Dan laat Koen die laatste me open. Ik doe wel mijn ogen dicht. Dat is wel leuk. Ja. Ik doe ook mijn ogen dicht. Iedereen ja, doe ook je ogen dicht? Iedereen zo. Iedereen zo. Ja, tuurlijk. Met rammend. Gepassioneerd commentaar. Ik vond een goed commentaar. Van Bijlando. Pakket staat klaar, hij glimt een beetje. Zo'n glans gaat eroverheen, van linksboven naar rechtsonder. Dit is speciaal. Mijn haren zijn zelfs glad, zo glad als dat pakket. Dat is niet te geloven. Wien op mijn ogen dicht. Ja, ja, gaat. Spiekert. Oude spiekert. Mensen hebben examens deze dagen. Mark is zo'n spiekert. Goed, er wordt nu geklikt. Lars, we hopen alleen maar op een Belgische handdoek. Het is een walkout! De tweede van vandaag! De derde eigenlijk, Gareth Bale zat er nog, er zijn borden neergezet! En het is geen Hazard! Het is deze vette hond die we al drie keer voorbij hebben zien komen. Dat is slecht! Oh, 86! Ja, dat is jammer. Een van de slechtste die ik gezien heb, denk ik. Maar ja, het is niet anders, hè. Ik ben wel blij met Bill en zo. Misschien zit er nogal wat 3-5 dags achter en dan zijn ze nogal wat waard. Ja, Company. Kijk, ja, beter Benitez dan Company. Op de, zeg maar, de Belgische handen, kon je Hazard krijgen. Klopt, dan was ik zwaar geflasht inderdaad. Ja, joh. Wel tevreden, joh. Heb je nou even het gevoel gehad van de eerste van de wereld? Daarom. Dat is mijn gevoel. Wat ga jij nog doen komende week? Een beetje weekendleakjes? Ja, misschien ga ik nog streamen. Ik moet even kijken eigenlijk. Waar kunnen ze dat doen? Ik doe een linkje sowieso boven in de beschrijving. Op mijn YouTube-account. Gewoon x-larsvillevoort-x. Ga hem daar volgen. Jongens, jullie bedankt voor het klikken. Ja. Logisch zijn we open. Niks kunnen doen, helaas. Niks kunnen doen, nee. Net teleurstellend misschien. Maar goed, hè? Ja. Twee Timothy spelers hebben we daar vast een beetje aan kunnen ruiken. Daarom. Gareth Bale, fantastisch. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Volgend seizoen gaan we lekker Top 100 Talent vanaf de allereerste week doen. Daar heb ik nu al zin in. Ik ook. Top. Hoop dat dat een van onze eerste weken... Dan zijn jullie zo weer welkom. Sowieso. Daarom. Dan beginnen we weer opnieuw met turven. Top jongens, dankjewel voor het kijken. Adios. Ciao. Ciao. Precies.